Hallo, welkom hier weer op de Poshof. We zijn in Maastricht, we zijn aan het einde van het project direct zaaien met rijpadensysteem. Het is een mooi jaar geworden, ook een moeilijk jaar. Technisch gezien hebben we gezien dat met het rijpadensysteem dat geweldig uitpakt voor de bodemstructuur en voor het infiltratievermogen van de bodem, voor water. Het is ook mooi, hè? Je krijgt geen verdichting meer. Tevens in combinatie met direct zaaien geeft dat een goede start. Technisch gezien waren er heel wat uitdagingen om de trekker te verbreden. En gelukkig is dat uiteindelijk goed gegaan, maar dat ging niet vanzelf. En het kost toch een hoop geld. Een andere moeilijkheid daarbij is, het is een brede trekker geworden en dan is het lastig over smalle wegen te rijden. Dus dat is niet altijd eenvoudig als je een bedrijf hebt met percelen ver weg. Nou, wat het direct zaai betreft, dat heeft op zich goed gewerkt. Het is wel heel erg belangrijk, het type groenbemester, om daar de juiste combinatie in te vinden. En ook als er zachte winters zijn, is dat niet eenvoudig. Omdat de groenbemester te weinig kapot vriest, waardoor het te zeer een concurrentie is met je eigenlijke teeltgewas. Dus dat is het heel belangrijk om daarin te optimaliseren. Een ander probleem was met het rijpadensysteem in combinatie hiermee, is dat als het nat is met saai en bewerken, dat de paden glibberig zijn. En zeker hier in de hellingen kan het zomaar zijn dat de trekker van het rijpad afschuift. En dan is het bijna onmogelijk om te werken. Dus dat is ook nog wel een uitdaging om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden om ook onder iets nattere omstandigheden te werken. Tot slot, het was een mooi project, maar we zijn er nog lang niet. We gaan ook verder met het verder uitzoeken van de juiste combinatie van groenbemester met gewassen die we met direct kunnen toepassen, zodat we uiteindelijk stabiele oogsten kunnen krijgen met minimale inbreuk op de bodem, behoud van bodemkwaliteit of zelfs stijgen van de kwaliteit van de grond van de effectieve organische stof. En er zijn vast wegen die we kunnen vinden om daar te komen, maar we gaan er verder op die weg en we zullen zien hoe ver we ermee komen. Dit was het, bedankt zover.